Naast mij in dit weekjournaal misschien een hele verrassende naam, een verrassende persoon die u niet zo 1, 2, 3 verwacht. Maar dat is de spits van de A1. De A1 die het zo voortreffelijk doet en afgelopen zaterdag een hele belangrijke wedstrijd moest spelen tegen de medekoploper Kampong A1. Naast mij zit Matthijs van Duschoten. Matthijs, hartelijk welkom bij DVS TV. Dank u wel, Piet. Oké, Matthijs, ik zie zo voor me dat jij over 3 jaar, 4 jaar de grote concurrentie moet aangaan met Lars van de Wetering als spits bij het eerste van DVS. Nou, het zou uiteraard mooi zijn als ik het eerste van DVS ga halen. En dan is concurrentie natuurlijk altijd aanwezig op dit niveau en die zou ik dan zeker niet uit de weg gaan. Oké, Matthijs, we gaan je eventjes voorstellen, je geschiedenis als voetballer. Waar ben je beginnen te voetballen? Ik ben begonnen bij VVOP in Voorthuizen. Daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd doorlopen. En toen ik in de C1 zat, toen werd ik gevraagd door DVS of ik het volgende seizoen bij DVS zou komen voetballen. En goed overwogen, een paar keer meegedaan. En ik dacht, ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ik wou het beste uit mijn voetbalcarrière halen. Ja, je hebt gekozen voor kwaliteit en je dacht, dat zit bij DVS wel snor met goed gekwalificeerde trainers. Ja, zeker. Dat zit inderdaad wel snor, denk ik. En ook een hoog niveau wordt er bij DVS gespeeld. En dat was voor mij ook zeer interessant. Oké, van de B1 ben je gegaan direct naar de A1 of heb je eerst nog A2 gedaan? Nee, bij VVOP speelde ik in de B1, terwijl ik nog in de C1 hoorde te voetballen. En toen ben ik hier als eerstejaars B binnengestroomd in de B1. En nu in de A1 en je hebt al aardig wat doelpunten op je naam staan. Ja, zeker. Ik heb momenteel 22 competitiedoelpunten op mijn naam staan. En ook nog 3 bekerdoelpunten, dus dat gaat de goede kant op. Ja, je hebt een neus voor doelpunten. Heb je altijd in de spits gestaan? Ik ben sinds ik op groot veld voetbalde, ben ik eigenlijk naar de spits toe gegaan. En eigenlijk ieder seizoen liggen de doelpunten wel tussen de 20 en de 30 in een seizoen. En soms een paar uitschieters met 35. Maar dat is wel mijn doel altijd. Wat voor doelpunten maak jij? Typische spitse doelpunten, echt van dichtbij. Goed slim vrijlopen in het strafschopgebied, in het doelgebied. Ja, of zijn het keiharde knallen van veraf? Nee, ik denk wel dat ik een echte typische spits ben. Dat het spitse doelpuntjes zijn. Ja, ik krijg niet vaak de ruimte om van afstand te schieten. Dus het zijn zeker denk ik spitse doelpunten. En vaak assist van Zeeboertje? Ja, zeker. Zeker. En we geven veel assist om elkaar. En ook hij heeft er al aardig veel in liggen. Dus dat is een goede samenwerking vanaf het begin al dat we hier samen voetballen. Je vindt het heerlijk om in zo'n kwalitatief behoorlijk team te spelen als A1. Dat is natuurlijk wel heerlijk, want je staat ook gewoon helemaal bovenaan. Ja, dat is uiteraard heerlijk. Ja, als je iedere wedstrijd bijna wint. We hebben nu 2 keer verloren sinds april. Ja, dan is dat alleen maar, blijf je alleen maar gemotiveerd om ook nog kampioen te worden. En is het misschien nog juist goed dat er ook een kampong bij zit. Waardoor de spanning week in week uit te snijden is in de competitie. Ja, dat is hartstikke mooi. Mag jij volgend jaar in principe nog een jaar in de A1 spelen? Ja, zeker. Ik zal volgend jaar nog een jaar in de A1 spelen. Ja, en dat ga je ook waarschijnlijk doen? Ja, ik blijf sowieso bij DVS. En ik hoor verder niks. Dus ik neem aan dat ik gewoon in de A1 speel dan. Gewoon in de derde divisie, hè? Ik hoop het. Ik hoop dat we gaan promoveren. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Aanstaande zaterdag, tegen wie moet je spelen? We moeten uit naar Schalkhaar. Schalkhaar. Die staan derde van onderen, denk ik, hè? Ja, 9e volgens mij inderdaad. Oké. Hey, hoe oud ben jij nu? Ik ben 17 jaar. 17 jaar. Onderwijs geniet je nog steeds? Ja, zeker. Ik heb de HAVO vorig jaar afgerond in 5 jaar. En momenteel doe ik een HBO-studie in Amersfoort. En jij gaat er echt voor? Je bent een type die zegt, ik wil het hoogst haalbare eruit halen. En ik wil proberen minimaal het tweede, maar misschien ook wel het eerste van DVS 33 te halen? Ja, uiteraard. Anders was ik hier nooit bij DVS gekomen. Ik heb een doel om hier het eerste te halen en ik hoop dat doel te kunnen realiseren. Je weet wel dat we het hebben over de topklasse, hè? Of in de toekomst dan de derde divisie. Ja, zeker. Het zal lastig worden, maar ik denk dat als je alles probeert te geven, dat het soms of misschien wel haalbaar kan zijn. Maar dat zal de toekomst blijken.
Denk je dat je daar lichamelijk ook sterk genoeg voor bent? En doe je daar veel aan? Fitness ook, buiten het voetbal om? Nou, eigenlijk sinds dit jaar loop ik ook bij de fysio. Dus doe ik veel aan core stability, aan het bewegen van mezelf, van mijn heupen. Want ik bewoog nooit supergoed. Waardoor ik wel redelijk snel een blessure op kon lopen. Maar ja, sinds eigenlijk de training bij de fysio gaat erg goed. En voel ik me lichamelijk ook sterk. Dat is dus gewoon inderdaad ook een teken. Als je dat inderdaad op fysiotherapeutische manier ook nog zo bezig bent. Dat je inderdaad streeft naar het hoogste. Ja, zeker. Je doet allemaal met een doel. En anders kom ik hier niet 4 keer in de week voor naar Ermelo toe. Dat is in je te prijzen. De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Kampong. Stond er een portie spanning op, Matthijs? Ja, zeker. Het is de wedstrijd van het jaar, dachten we allemaal. Maar dus dan hoop je zo'n wedstrijd gewoon met volle overtuiging te winnen. Maar je weet nooit hoe een tegenstander op zo'n wedstrijd reageert. Je kan als team in één keer helemaal dichtklappen. Of je kan juist de sterren van de hemel spelen. Beschrijf die wedstrijd eens. Hoe verliep die? Nou, mijn eigen inzien vond ik ons de eerste helft eigenlijk herenmeester. En is Kampong eigenlijk vrijwel niet in de wedstrijd gekomen. Alleen na de rust is Kampong in hun spel gekomen. En hebben ze via lange ballen goede counters uitgevoerd. Waardoor ze uiteindelijk 2 keer scoorden. Ja. Hoe was het verloop van de stand? Wij kwamen 1-0 voor. Toen scoorden hun 2 keer. En uiteindelijk maakten wij nog de 2-2. Oké, dus jullie leven nog, zeg maar. En je hebt nog te gaan. Hoeveel wedstrijden? 6, 7? 6 wedstrijden nog. 6, waarvan 3 thuis, 3 uit? Dat zou ik niet 1-3 weten. Maar daar ga ik wel van uit, inderdaad. Goed, nou, ik ben ongelooflijk benieuwd en ik wens je met het hele team en je trainer natuurlijk, John Martens, heel veel succes. Trainen jullie lekker? Ja, zeker. We trainen op een hoog niveau en iedereen probeert alles eruit te halen. Ik wilde toch nog even dat vraagje stellen, terwijl ik eigenlijk al aan het afronden was. Ik wil je heel erg bedanken voor dit interview en ik nogmaals heel veel succes met de A1. En er is maar 1 woord, hè? Het begint met een K. Kampioenen. Oké, Matthijs, bedankt voor dit interview. Naast mij in het volgende item van het DVS-TV Weekjournaal, een icoon, mag ik wel zeggen, van DVS 33. Zeker de laatste 7 seizoenen, schat ik ongeveer. Okan. Welkom, DVS TV. Ja, hi. Zeg ik het goed? 7 seizoenen? Dit is de 9e seizoen alweer. 9e seizoen, ook al. Daar heb ik me dus deerlijk vergist. Ronald Hoek, daar heb ik me in vergist. Die zet op 7 seizoenen. 9 seizoenen, ook al, bij DVS 33. Dat betekent dat je toch een DVS, een geel-zwart hart hebt. Ja, dat klopt. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Als je 9 jaar voor een club uitkomt, dan ben je wel een jongen van de club geworden. Ja, onderhand wel. Je hebt hier hele mooie jaren meegemaakt. Hè? De eerste jaren bivakkeerden jullie in de eerste klasse nog, dacht ik? Ja, dat was de eerste klas onder Jurgen Shevchik. 2 jaar heb ik hem gehad. Daarna kwam Henny 5 jaar lang. Daarna Jan Veldhuizen en nu Roeland. En met name bij Henny ben je echt opgebloeid en ben je echt een speler geworden van hele grote klasse, maar ook van heel veel waarde voor het team. Ja, dat klopt, want de eerste 2 jaar toen ik hier speelde onder Jurgen, dat was ook wel goed. Alleen dat was meer vanuit tweede ballen spelen toch wel. Vanuit achteren hadden we toch niet verzorgd opbouw. Toen was ik ook wel op middenveld en toen was het toch wel heen en weer, zat niet echt veel voetbal in. En toen was ik wel blij toen Henny hier kwam. En hij hield toch wel van verzorgd voetbal vanuit achteren en naar voren toe. En dan sla je de middenveld dus ook niet over. Dus dat is ook mijn spel. Dus daar was ik wel blij mee.
Ik moet wel zeggen dat het DVS-publiek en met name dan dat clubje wat de spelers beoordeelde, wel heel erg aan jou moesten wennen. Want je bleef steeds maar bij de beste speler van het jaar, bleef je steeds maar een beetje achter. En ik denk, hoe kan het nou dat hij nu weer een 5 of een 6 krijgt? Hij is gewoon veel meer waard. Ja, nee, dat snapte ik ook niet eigenlijk, nee. Maar ja, uiteindelijk vorig jaar toch geworden. Ja, uiteindelijk is het er toch natuurlijk fantastisch uitgekomen. Ja. En dan ben je beste speler van het jaar ook aan. En dan ben jij helemaal gefocust op datgene wat je bereikt hebt, namelijk de topklasse. En dan gaat het mis middels een lastige blessure. Ja, ik heb dan 2... promoties meegemaakt. Hè. 1 keer zijn we volgens mij eerste 3 mocht dan door. Of eerste 4 was dat. Ja. En toen zijn we dus naar de hoofdklasse gegaan. En, ja, en vorig jaar zijn we kampioen geworden. Ja, en helaas dan krijg je toch zo'n vervelende blessure. Begin van het seizoen. En ja, het was een buikspierblessure. En, dus ik heb een injectie gehad. En toen is het ook wel weggegaan. Alleen, ja, voor die injectie, om dat te regelen, dat duurde wel lang, ja. Daar moest ik lang op wachten. Dus ja, maar ik ben er gelukkig vanaf. Je bent er nu gewoon helemaal vanaf? Ja. Maar het betekende natuurlijk wel dat je niet mee kon groeien in het niveau, het onverwachte niveau, wat het team in de topklasse toch liet zien. Ja, is ook zo. Ik heb de eerste 2 wedstrijden meegemaakt en ja, daarna groeide de groep gewoon heel goed. Ik heb ook heel veel wedstrijden vanaf de tribune gezien. En ook gewoon goed voetbal ook. Dus ja, en ja, daar baalde ik wel van dat ik niet onderdeel uit kon maken. En ja, maar ja, je doet er niks aan. Ja, blessures heb je gewoon. En dat is mijn pech geweest eigenlijk. Dus ja, ik had me wel een goed seizoen eigenlijk verwacht van mezelf, ook in de topklasse. Maar helaas is dat niet van gekomen. En je had er natuurlijk graag nog een seizoen bij aangeplakt. Ja, dat heb ik ook aangegeven bij de TC. Dat ik graag de 10 jaar vol wou maken. Maar uiteindelijk is het, zijn we niet, nee. Ze wouden dan wachten, maar ik wou niet wachten. Dus, dat heb ik toch besloten voor mezelf om DVS te verlaten, ja. Die bewuste avond dat je het hoorde, sprak ik je aan voor een interview voor DVS-TV. Toen zei je heel duidelijk met een krachtige stem, nee, want je was goed kwaad. Ja, in de zin kwaad. Ja, ik was een beetje ook teleurgesteld, omdat je dan al 9 jaar hier bent. Dan verwacht je toch wel een stukje waardering. En als je dat niet voelt, dan ja, op dat moment is dat ja, wel een teleurstelling een beetje voor mij. Omdat ik toch wel heel wat betekende voor DVS, denk ik. Maar ja, dus toen was ik even niet te spreken, nee. Maar toch razend knap dat je de knop weet om te zetten. Dat je een paar wedstrijden bij tweede hebt meegespeeld. Waar je ook een belangrijke functie kon hebben. En vervolgens heb je afgelopen zaterdag ook nog weer in de hoofdmacht een hele pot gespeeld. Ja, een uur heb ik gespeeld. Wel baas begonnen. En ja, ik heb wel op zich, het kon beter. Het kan altijd beter. Maar was ook wel mijn eerste wedstrijd na zo'n lange periode. Dus op zich wel tevreden, maar kon wel beter. Ja, maar niet tevreden met de teamprestatie op zich en met het voetbal, wat eigenlijk in mijn ogen niet helemaal bij DVS 1 paste. Nee, we dachten meer verdedigend eigenlijk en daardoor konden we niet in ons eigen spel komen. Dus we wouden tegenhouden en dan zak je toch te ver terug en je kwam niet eigenlijk in je eigen spel. Dus in balbezit waren we ook niet machtig om ons eigen spel te spelen. Inderdaad niet overtuigend echt, hè? Nee, klopt, ja. Het is dan jammer dat jij dat dan nu weer net moet meemaken. Ja, helaas wel, ja. Dat je niet die flow van voor de winterstop bijvoorbeeld, weet je, die prachtige overwinningen, dat je dat allemaal niet hebt kunnen meemaken. Ja, klopt. Maar ja,
wie weet, misschien maak ik dat nog mee met de volgende wedstrijd. Ja, je gaat dat doen met de volgende wedstrijden ook, en dat weet ik zeker. Kijk, we gaan natuurlijk nog een keer echt officieel afscheid van je nemen. Want dit lijkt erop alsof we nu al aan het afscheid nemen zijn. Maar dat is absoluut niet onze bedoeling. Maar we vonden het wel zo belangrijk dat we jou nu even wat zendtijd gunde. Want ja, we vinden het prachtig dat je het toch nog weer opbrengt, Okan. Ja, nee, ik heb nog 2 maanden dus hier bij DVS. Na zo'n lange periode. En ja, aan alles komt een eind. Dus ook hier, ik zal 2 maanden ook proberen mijn best te doen. Om het goed af te sluiten. En dan gaan we verder kijken. Oké, okay, ja, nou, die toekomst, hoe ziet die eruit? Ik heb het eventjes zaterdag met je erover gehad. Ja, ja, ik ben wel benaderd door een aantal clubs. Met ook lage niveau en ook wel wat hogere niveau, hoofdklasse niveau. Ja, voor mij is het eigenlijk nog even nadenken wat ik voor mezelf wil. Of ik nog op niveau wil doorvoetballen nog een jaartje. Of dat ik toch lager ga spelen. In de buurt waar ik woon dan. Vios, hè? Vios of, ja, kan. Ja, ik woon in Vaassen, dus je hebt 3 clubs in Vaassen. Dus ik ben wel door alle 3 benaderd. Maar ook in de omgeving, in de regio bij Vaassen ook wel. Apeldoorn. Maar ja, ik moet gewoon de keuze maken wat het beste bij me past eigenlijk. Okay. Ga je nog wat met het trainerschap doen of zo? Nee, nog niet. Ja, misschien in de toekomst, maar... Jeugd, hè? Je eigen kinderen. Ja, mijn eigen kinderen, ja. Klopt, ja. Dus mijn zoontje is ook gescout door Vitesse. Zo, leuk. Ja, die had ik vorige week hierin meegenomen. Met de scoutingdag. Dus ja, die hebben ze eruit gekozen. Dus... Het is ook logisch, ook al. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... Nee, dus dat is ook wel mooi voor mijn zoontje. Dus dan gaan we. Ik hoop dat mijn zoontje ook heel ver komt natuurlijk. Prachtig om met deze mededeling af te sluiten. Ik wil je namens de kijkers, en je hebt heel wat fans hoor hier in Ermelo. En je hebt ook een prachtige Ermeloze naam trouwens. Hè? Ja, daarom. Urk, hè. Oké, bedankt voor dit interview. Bedankt. Ja, okay. Dankjewel. We zullen het even heel kort moeten doen, want Roeland zit vlak voor het begin van de training. De voorbereiding vergde nogal wat tijd, denk ik, Roeland. Ja, soms wel. Soms wel. Hey, ga je nog wat aan het team doen na afgelopen zaterdag? Want er waren supporters die namen woorden als schandalig, wanvertoning, niet bij DVS passend... Niet in de sfeer van de ploeg die in de eerste competitiehelft zo'n furore maakte vlak voor de winterstop. Oei, dat zijn heel veel woorden achter elkaar. Nou ja, kijk, ik denk wel dat de groep die doet echt wel hun best hoor. En zeker wij als staf proberen daar alles aan te doen met elkaar. En dat het zaterdag niet helemaal goed liep, dat hebben wij allemaal gezien. Maar... Wij zijn er gewoon weer gebrand op om het zaterdag met z'n allen weer beter te doen. En kijk, de verwachtingen worden steeds hoger. Dus we hebben een hartstikke goed eerste seizoen zelf gedraaid. En ook in het tweede seizoen zelf hebben we het helemaal niet zo slecht gedaan. Alleen, de verwachtingen worden steeds hoger. En dat moet je zien waar te maken. En zaterdag is dat gewoon niet gelukt. En je hoopt de groep weer te resetten, zeg maar, en ook echt werkelijk als groep te laten functioneren. Want ik vond het zaterdag geen chemie in de groep zitten. Nou ja, we hebben gewoon zaterdag met z'n allen hebben gewoon een aantal dingen gewoon niet goed gedaan. En laat het duidelijk zijn, je speelt ook niet tegen zomaar even een tegenstander. Maar we denken er misschien weer wat gemakkelijk over, omdat zij er wat minder voor staan. Maar we hebben het wel over IJsselmeervogels. Ik denk als je vooraf van het seizoen zou zeggen van dat je 2 keer 5 IJsselmeervogels gaat winnen, dan verklaart iedereen je voor gek. Dus we moeten wel even realistisch blijven. En kijk, ik ga echt niet zeggen dat het goed was. We hebben echt zaterdag gewoon een mindere wedstrijd gespeeld en een aantal dingen niet goed gedaan. Maar goed, daarbij is de groep en wij als staf zijn met elkaar allemaal weer gewoon gebrand om dat zaterdag gewoon weer recht te zetten. En gewoon weer een goede wedstrijd neer te zetten.
Het is geen misselijke tegenstander, GVVV. Hè? Er zit heel veel energie in de ploeg. En die moet je op een of andere manier zien te beteugelen. Ja, maar kijk, zo is het nu gewoon eenmaal. Hè? Dus in het begin van het seizoen was het een beetje frank en vrij voor iedereen. En hield niemand nog echt rekening met ons. En ja, wij hebben ook in het begin hebben die doelstelling hebben uitgesproken. Dat ploegen rekening met ons gaan houden. Hè? En dat hebben we dan zelf afgedwongen. Nou, en dat is gebeurd. Maar ja, dat betekent dus nu wel van, ja, dat je vol aan de bak moet iedere keer. Hè? En nu weer GVV en daarna een weekje rust en dan HAC. Ja, dat zijn gewoon niet de mensen, maar dat betekent iedere keer weer een uitdaging. En iedere keer weer het maximale uit het team halen. Het zou hartstikke mooi zijn als het zou lukken. En we wensen je namens DVS TV daar heel veel succes mee, Roland. Dank je wel. Okay.